Oké, Ivan, ik ben terug. Mijn vier Nexomons zijn allemaal level 10 en eentje zelfs 11. Dus kom maar op, ik ga jou challengen. Jij denkt jij bent stoere man? Ik denk ik ben stoerdere man. Yo, Nintendofans, welkom bij Nexomon aflevering 2. In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat ze hier brandjes aan het blussen zijn. Volgens mij gaat het niet helemaal goed. En Atlas die vraagt van, ja, wat is hier aan de hand? Ik heb ondertussen 3 Nexomon. Als jij ze vet vindt, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Let's go. En dan gaan wij eens even helpen, denk ik, om een brandje te blussen. Atlas die zegt, er zijn geruchten over een hele gevaarlijke temmer en die veroorzaakt problemen. Maar Atlas zegt ook, ja joh, maak geen zorgen. Wat zijn nou de kansen dat we zo'n temmer vinden? Helemaal niks. Nul nada. Right. Nou, ik maak me een beetje zorgen. We hebben een antivries gevonden. Een meneer, wat is hier gaande? Hij zegt, help, help. Zelfs de Nexo Guards weten niet wat hier gaande is. Nee, weet jij het niet? Nee, de Nexo Guard die zorgen wel dat het goed komt, zegt hij. Ja. Ik vertrouw jullie voor geen meter. Mevrouw, weet jij wat er aan de hand is? Hoe verschrikkelijk. Er was een vreemdeling en die heeft alles in de fik gezet. Zullen wij hem anders even gaan pakken, joh? Ik bedoel, ik heb al 3 Nexomon. Ik kan heel de wereld aan, jongen. Kijk, hier is alles weer rustig. Laten we kijken wat hier voor Nexomonnetjes zitten chillen. Het is een Alpoka. Die Alpoka, die gaan wij ook eens even kapot maken, hoor. Hij doet alleen wel Rock Smash en die is ook very effective. Volgens mij was het best wel lastig om in het begin een elektrisch type te kiezen. Want er komen dus elke keer nu steen en gras types. En die zijn super effective in Nexomon tegen elektriciteit. Wordt wel level 10, dus dat scheelt. Hallo, wat ben jij aan het schilderen? Dit is de Grandmaster De Rosso en we mogen hem niet storen. Want hij is de natuur aan het schilderen. Oké. Prima, joh. Ik ga lekker in de weg staan. Nu kan je niet focussen. Hey, is dit Param? Is dit waar we moesten zijn? Ja, dit is Param Town. Hier moesten we naartoe. Is dit afgeleid van Pallet Town? Uit Pokémon? Hij zegt, weet je dat er verschillende overseers zijn die elke regio overkijken of de baas daar zijn? En Yvonne is de één. En hij woont in dit dorpje. Dus hier kunnen we misschien iets leren over de Nexolord die we hebben gezien in de vorige aflevering. Als je die niet gecheckt hebt, ga hem even checken. Maar we moeten eerst even naar het Healing Center. Dit mannetje zegt, ben ik de enige die denkt dat de eigenaar van de winkel een beetje raar is? Er is iets onnatuurlijks aan die vent. Ja, het is gewoon een kat, joh. Dat is toch helemaal, dat kan toch gewoon? Ken jij geen katten die eigenaar zijn van winkel of zo? Hallo, mijn vriend. Heb je iets nodig? Kunnen potions, super potions, van alles en nog wat. Ik ga wat extra Nexotrappies kopen. Doei! Nou, eens even kijken. We zijn op zoek naar Ivan. Weet iemand wie Ivan is? Dit mannetje die zegt wel, ja, sinds we Ivan de baas hebben gemaakt, ging alles slecht gegaan. Hij is gewoon een pestkop en hij heeft een heel leger aan bodybuilders. Oké. Moeten we hem gaan verslaan of zo? Kijk, hier is ook iemand aan het huilen. En die zegt, ja, Ivan die heeft ons speelveldje kapot gemaakt. Omdat hij daar zijn gym wilde bouwen. Wacht even, zijn er in deze game wel gyms? In de andere Nexomon game zijn geen gyms. Oh ja, ja, ik denk dat we de kant van Yvonne op gaan. Want dit zijn al zijn bodybuilders gewoon, jongen. Kijk ze nou staan, jongen. Met die dumbbells allemaal. Kijk ze nou stoer doen. Yvonne, Vakka, neef. Kap eens even met zo stoer te doen, jongen. Kan je mij niet even iets vertellen over de Nexolord? Hij zegt, wat doen die slappelingen in mijn gym? Overseer, ja, dat ben ik. Onthoud mijn naam, Ivan. Maar wat willen jullie doen tegen de sterkste overseer in de hele wereld? En Atlas zegt, nou, we willen gewoon wat leren over de Nexolord. Oh, wacht even, muziek stopt. Iedereen, oh, wat, zijn ze bang? Ze zijn bang voor de Nexolord, hè? En Ivan die zegt, kijk je niet naar het nieuws of zo? De Nexolord is de meest krachtige temmer in het hele universum. Wat moet je nog meer weten? En Atlas die zegt, nou, ik denk dat hij iets aan het doen is wat niet in de haak is. En als jij enig gevoel van eer hebt, dan ga je dat ons nu vertellen. En de muziek gaat weer aan. Ivan zegt, ja, ik ga echt niks vertellen. Ja, hallo, doei. Je moet bewijzen dat je het waard bent. Met een Nexomon battle. Ja, ik heb alleen maar 1 level 10 elektrische Nexomon. De andere Nexomon zijn helemaal niet zo sterk. Ik ga wel items stelen uit de gym. Een gouden Nexotrap, lekker. Oké, ik ga een klein beetje trainen. Kom op, beertje, let's go. Hij doet kopstoot. Ja, maar ik ga jou slaan, vriend. Let's go. En hij gooit steen op mijn hoofd. Maar ik ga jou nog harder slaan. Net zolang tot ik je heb verslagen. Oeh, ik kom een hele leuke flying type tegen, jongens. Hopen dat we die niet in één keer verslaan, want ik vind het best wel cool eigenlijk. Dit is Hobin. Ja, die gaan we ook wel even proberen te pakken hoor. En Hobin vind ik wel leuk. Let's go. Hopelijk mag Hobin erbij. In 3, 2, 1.
Daar is die. Ja, deze ziet er cool uit, jongen. Een soort van Robin Hood vogeltje. Echt heel vet. Ja, deze vind ik leuk. Yo, en ik vind hier een Flesius. En die is mega rare. Serieus? Mega rare. Het is wel een normal type. Maar zal ik hem gewoon alvast vangen? Een soort van hertleeltje of zo. Wat? Ah, nee, hij komt niet. Blijkbaar zijn die mega rares dan iets moeilijker te vangen, denk ik. Kom maar, joh. Kom maar gezellig, joh. Is leuk bij mij in het team. Ik denk dat ik hem sloop. Nou ja, was toch een normal type. Boeien. Eindstand is dat opeens de sterkste Nexomon in de hele game. En dan heb ik die gewoon gesloopt. Ah, hij wou zelf niet in mijn team. Doet hij zelf. Alright, oké. Mijn beertje is nu ook level 10. Lekker. Oké, Ivan. Ik ben terug. En mijn vier Nexomons zijn allemaal level 10. En eentje zelfs 11. Dus kom maar op. Ik ga jou challengen. Jij denkt jij bent stoere man? Ik denk ik ben stoerdere man. Hij zegt de grote Ivan gaat het duel met je aan. En als jij wint, ga ik je alles vertellen over de Nexon Lord. Oké, Ivan. Kom maar op dan, jongen. Jij hebt ook vier Nexon. Oké, eerlijk. Dus 4 tegen 4. Let's go. Wie heb jij dan? Jij hebt Trano. Dat ziet er wel vet uit. Het is een normal type, maar het is een soort van nelpaard neushoorn. I like it. Hij heeft 58 HP'tjes. Dat is een flink sterke Nexon. Ja, kijk, hij doet mij ook gewoon 15 HP damage tegen mijn Robin Hood Turtle vogel. Let's go. Hij doet mij nog een keer 14 damage. Durf ik dit aan? Ik durf dit nog wel aan. Ik ga hem met mijn Hobin slopen. Oké. Normal types kunnen ook elektrisch aanvallen. Hier jongen, ik pak mijn beer voor jou. Ik geef je een trap op je kanus. Wegwezen. Wat heb je dan nog meer? Een Fulazy. En die is verschrikkelijk lui blijkbaar. Level 6? Waarom zijn ze zo sterk? Oké, maar ik ben sterker. Zag die aanval. 31 HP eraf, jongen. Hotse flots. 32 HP eraf. Wegwezen met Fulazy. Done. Nu. Een dromeruf. Haha. Zieke dromedaris. Let's go. Die gaan we ook pakken, jongen. Ah, hij doet me wel pijn. Ik ga even wisselen. We gaan even wisselen naar Velokitty. Oh, maar dat is misschien niet helemaal slim. Pak nu mijn elektriciteits-Nexomon tegen een steen-Nexomon. Dat is niet handig. Maar gelukkig doet hij geen steenaanval. Dus dromeruf is ook weg. Dan nu. Wat is deze? Trimion. Ook level 6. Ik ga jou één keer aanvallen en dan ga ik dood, denk ik. Ja, oké. Hij tackelt mij kapot. Terabyte, kom op, jongen. Jij moet dit gaan doen. Wat zieke... En jij doet het gewoon. Lekker Terabyte-je. Ja, een beetje spijtig wel dat de twee Nexomonies down zijn gegaan. Maar Baron gaat naar 11. Hey, maar dan hebben we de eerste gym gefixt, jongen. Letterlijke gym is dit gewoon. Oh, en zijn matties zijn ook gelijk allemaal weg, hè. Die denken, ah, loser, je hebt verloren. Ik ga gelijk weg. Jij bent het niet meer waard. En hij zegt, what the heck? Al mijn bodybuilders zijn er vandoor. Wat? En Atlas zegt... Nou, nu moet je ons alles vertellen over de Nexolord. Ivan, die valt een beetje stil. En hij zegt, maar ik weet helemaal niks. Ik weet niks van de Nexolord. Denk je dat de Nexolord zijn plan aan ons vertelt? De overziers stellen helemaal niks voor hem. Ik mag deze stad runnen van hem. Zolang ik bij iedereen de kop indruk die het niet eens is met de Nexolord. Maar ik heb geen idee wat zijn schema is en wat hij doet. Ja, gozer. Dus nu heb ik een half uur zitten trainen. Nu heb ik je lopen verslaan. En nu heb ik helemaal niks aan je. Maar hij zegt, ik kan je wel wat vertellen over de champions. En Atlas vraagt, wie zijn nou weer de champions? En de champions, die zijn superieur aan de overseers en die staan heel dicht op de Nexolord. Oké. Soort van zijn vertrouwde vrienden of zo. En Atlas vraagt, waar kunnen we die dan vinden? En een stem zegt, ja, Ivan, waar kunnen ze ons vinden? Is er eentje hier? Wat? Wat gebeurt? Oh my goody, daar is er een. En het is Fenrir. En Fenrir, die kennen we nog wel. Uit de andere Nexomon game. Wat doe je hier? Vraagt Ivan. Oh snap. Kijk, Fenrir. Die komt gewoon even hier de gym binnen. Wat een mooie dag om eens even te kijken bij mijn favoriete overseer. Maar een kind heeft de almachtige Ivan weten te verslaan. Een kind. Ik ben sprakeloos, zegt Fenrir. Fenrir zegt ook. Ja, je moet het helemaal niet hebben over de champions, jongen. Ivan zegt. Ja, maar ze hebben me verslagen en ik had geen keus. Oh. Hij wordt nu echt heel boos. Oké. Ik denk dat de tijd is om te gaan. En Fenrir zegt, jij bent niet langer meer overseer, vriend. Jouw taak zit erop. En Ivan zegt, wat? Weet je wat? Dat boeit me niet eens meer. Ik, Ivan, ik zal jou wel verslaan. Hier, pak aan! Ja, dat ging een klein beetje fout. Maar die Fenrir is wel serieus business, jongen. Atlas zegt ook, zullen we maar lekker naar huis gaan, Rikachu? Oh, snap!
Oké, ik wil niet battelen tegen Fenrir. Hij zegt tegen ons van, ja, ik hoorde dat je wat vragen had. Nou, vraag maar. Atlas die vraagt, hey, yo, hoe gaat het? En Ivan zegt, negeer mij niet. Waarop Fenrir zegt, ja, maar vriend, je was gewoon bewusteloos. Dus Ivan zegt, ik voelde niet eens iets. Hier kom ik aan. Oké. Ivan probeerde zijn comeback te maken, maar dat is ook een beetje fout gegaan. En Fenrir zegt, ja, kinderen, jij bent niet eens mijn tijd waard. Ik snap wel waarom Nexolord je liet gaan. Weet je wat? Doe wat je wil. Doei, toedeledokie. Ga maar uit de weg. Hop, hij gaat er vandoor. Atlas zegt, waar hebben we onszelf nou in begeven? Nou, Ivan is weer lekker opgekrabbeld. En hij gaat nu gewoon praten over de champions. Hij zegt, als je tegen hem wil vechten... Voor de rest geen tips. Hij zegt nu van, nou, er zijn best wel overziers... die een hekel hebben aan de Nexolord. Ze leven in de bergen aan het oosten. En daar weten ze veel over de Nexolord. En ik zou maar even naar hem toe gaan. We moeten naar de bergen. En Atlas vraagt, en jij dan? Wat ga jij dan doen? En hij gaat wraak nemen op Fenrir. Ik ga hard trainen en dan ga ik hem pakken. Oké, is goed man. Ga jij lekker trainen? Ga ik er vandoor. Hey Ellie! Ik wou je net op gaan zoeken, maar Ellie is gewoon naar ons toegekomen. En Ellie zegt, ja, dat gaat niet helemaal lekker, hè, allemaal met jullie. Anders vraag je, maar wat bedoel je? En Ellie zegt, nou, wat de Nexolord aan het plannen is, dat gaat heel snel gebeuren. Er kwam een paar momenten geleden een heel groot signaal uit de toren van de Nexolord. Ellie kan het bericht nog niet ontcijferen, maar dat gaat ze nu doen. Oh, de trainingsmannetjes buiten, die zijn nog wel aan het trainen. Ja, die hebben die faal van Ivan natuurlijk niet gezien. En dan gaan wij naar de berg in het oosten, alleen, ja, dit is niet zo goed. Ik bedoel, er liggen allemaal brokstukken. Hier. Hoe kan ik dit nou weghalen? Hey. Wacht op mij, zegt een stem. Ah. Ja, Ivan die gaat mee. Ivan, ja, haalt die blokken wel even weg voor mij, toch? Ja, die gaat even aan de slag. Lekker, Ivan. Ivan zegt, ik werk niet meer voor de Nexolord. Dat is een sukkel. Ik ga dit gewoon weghalen voor je. Special destruction techniek. Muscle apocalypse. Apocalypse. Lekker gedaan, Ivan. Komt hij toch nog van pas, die gekke Ivan. Nou ben ik wel helemaal hartstikke benieuwd wat hier allemaal voor Nexomonnetjes zijn. De weg naar de mountainstad. Hallo mevrouw, ben jij lekker aan het genieten van deze omgeving? Ze zegt, kijk. Deze plek loopt onder water. We moeten weg. Ja, eerst moet ik battelen tegen een Nexomon, tegen een pinscher. Dat is een andere pinscher dan de pinscers die wij kennen. Maar ik heb al een hele leuke Nexomon. Een leuke steen Nexomon bedoel ik dan. Wat ze was. Lekker gedaan, Hobbin. Wat is trouwens jouw favoriete Nexomon uit dit team? Hobbin, Fellow Kitty, Turbite of Barrel? Laat het even weten in de comments, want ik ben heel benieuwd. Wow, deze is wel cool. Dit is een vuurspook. Die vind ik vet. Deze wil ik hebben. Let's go. Kendrama. Die wil ik vangen, jongens. Hij begint ook te zingen voor mij. En ik val lekker in slaap. Jongen, waarom laat je me nou slapen? En hij heeft ook nog very effective aanvalletjes. Oké, Turbite. Jij moet even nou voor zorgen dat hij wat zwakker wordt. Doe maar even bijten. Goed zo. Dan gaat hij ook voor mij zingen, maar nu faalt hij. En dan gaan we deze eens even vangen. Dit toffe vuurspooky. Misschien vind jij nu dit wel de tofste Nexomon. Hopelijk als ik hem vang tenminste. Let's get him. Ja, we hebben hem. Kandrama. Ja, die vind ik wel vet. Jij mag op zeker mee in mijn team. Die doet me een beetje denken aan Litwick. Add to team, let's go. En dan is dit een mooi moment om de video af te sluiten. We hebben een gymleader verslagen. We hebben Kandrama gevangen en heel veel andere Nexomonnetjes erbij gekregen. Let's go, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende Nintendo video. Mazzel!